Nou, dat is al de tweede keer dat u wordt toegezongen. Ja, ik zag dat sommige kinderen het lied al uit hun hoofd kenden. Het is wel ernstig eigenlijk. Ja, want eerder dit jaar kwamen ze met de halve school op bezoek op het stadhuis. Ja, leerlingen van de Haanstra school. En die maakten zich zorgen over de verkeersveiligheid bij hun op het Rapenburg. En toen zij in, volgens mij was het eind mei, begin juni, bij mij waren. Toen heb ik gelijk gezegd, nou dan gaan we een plan maken. En dan kom ik ook echt aan jullie vertellen hoe we dat nou gaan oplossen. We hebben een plan in ieder geval over hoe dat we dit doen. En eigenlijk is het een grote verplaatsingsactie aan de ene kant. Dus de fietsen die nu op het Rapenburg staan, die gaan we meer parkeren op de Doezenstraat. Van de kinderen, ja, daardoor hoeven ze het Rapenburg niet meer over te steken. Dan gaan er een aantal parkeerplaatsen weg op de Doezenstraat. En die moeten dan weer terugkomen op dat Rapenburg. En we doen iets met het hek voor de school. Passend in de historische omgeving. Maar waardoor kinderen eigenlijk niet in hun enthousiasme, zeg maar, zo het Rapenburg op kunnen rennen. Ja, en we hebben ook nog laten zien dat het eigenlijk in de hele buurt allemaal dingen gebeuren. Want het zit hem ook al bij de aansluiting van de Doezenstraat op de Singel. Of de Doezenstraat met de Raamsteeg. En daar hebben we ook allerlei ingrepen al gedaan. Of gaan we nog doen. De vrachtwagens blijven rijden. En we hebben ook wel geconstateerd, want we hebben hier wel eens gewoon staan observeren, verkeerskundigen van ons. Dat het uiteindelijk, ik kan me wel voorstellen dat mensen dat zo voelen, niet zozeer de problemen van de vrachtwagens zijn. Die hier nu ook eenmaal moeten zijn omdat de winkels of horeca bevoorraad moet worden. Maar wat wij eigenlijk constateren waren het vooral de fietsers die soms nog hard ertussendoor komen. Tegenbezoek van de wethouder aan de Haanstra school. Ja, daar zijn we erg blij mee. Ook dat het signaal wat we afgegeven hebben serieus is genomen door de gemeente. En het is mooi dat we hem konden ontvangen. Het is goed dat onze zorgen serieus genomen worden en dat er een plan ligt. Wat ons nog wel zorgen baart, blijven toch die vrachtwagens. En de route over het Rapenburg, zo smal als de weg is, ja, dat blijft lastig met die vrachtwagens. En wij denken dat een andere route, dus meer via de Keizerstraat, dat een logischere uitvalsweg is. Het schoolzone, ook aan de overkant, is dat niet altijd bekend dat je in een gebied komt waar een schoolzone is.